75 jaar geleden is Nederland bevrijd. En het is ook precies 75 jaar geleden, op 24 oktober 1945, dat de Verenigde Naties werden opgericht. Ik feliciteer de VN met haar 75 jaar. En dat doe ik namens de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg en alle andere Zeeuwse overheden. De Roosevelt Foundation heeft afgelopen jaar de International for Freedoms Award toegekend aan de Verenigde Naties. En we hadden de award graag willen uitreiken. Dat is vanwege de corona-omstandigheden niet gelukt. En we gaan kijken hoe we dat volgend jaar in ieder geval wel kunnen doen. Nederland staat stil bij 75 jaar VN. Er is een tentoonstelling in Den Haag, op het Lange Voorhout, waarin 75 persoonlijke verhalen zichtbaar worden van de impact die de Verenigde Naties in die 75 jaar heeft gehad op mensen. Dat doen we ook in Zeeland. In Middelburg zal bij de Koningsbrug een deel van die tentoonstelling zichtbaar zijn. En hier in de abdij van Middelburg, in de kloostergangen, zullen wij het licht laten schijnen op de VN. Het blauwe VN-licht zal zichtbaar zijn. Ik wens dat de internationale samenwerking voortgang zal vinden, ook de komende jaren. Want we weten dat het zo belangrijk is dat in de manier waarop we medemenselijkheid tonen, niet alleen nationaal, lokaal, maar vooral ook internationaal, dat het daarbij gaat om mensenwerk, om gebaren van medemenselijkheid, van solidariteit. Dat heeft ook de coronacrisis zichtbaar gemaakt. Dat we met kleine stappen grote betekenis kunnen hebben. Dat wens ik ons allen toe en vooral ook de Verenigde Naties.